Vooralsnog geen extra kaarten voor Feyenoord supporters voor de bekerfinale. En Sparta staat onder leiding van een analist van RTV Rijnmond. Kortom, het was een bijzondere week. Dit is FC Rijnmond. Goedendag, hartelijk welkom. Dit is FC Rijnmond, onze wekelijkse voetbaltalkshow op TV Rijnmond met twee heren aan tafel. Om te beginnen de directeur van Sparta, Peter Bonthuis. Peter, goed dat je er bent. En naast jou Jan-Dirk Stouten, vaste gast hier aan tafel. Jan-Dirk, ik begin even bij jou. Want wat is er nou precies aan de hand rondom die kaarten voor de bekerfinale? Vorige week hebben we hier Abu Talib en Gurre te gast gehad. Ajax heeft besloten niet met 10.000 man te komen, maar 7700. Hoe zit het nou? Ja, en dus leek er vandaag een hele grote opening, een grote kans voor Feyenoord om uiteindelijk meer kaarten te gaan kopen en dus te kunnen doorverkopen voor en aan de eigen fans. Ajax komt met 7700 mensen, dus was de verwachting vandaag in de Kuip dat de KNVB af zou stappen van het gelijkheidsbeginsel. Evenveel fans van Ajax als van Feyenoord. En dan is er dus ruimte voor meer Feyenoord supporters. Maar Henk Kessler houdt dit persoonlijk tegen. Dat is volgens mij een erg slechte zaak voor het voetbal, want de kans op een niet gevulde Kuip is groot. En dat is anti-reclame met het oog op het WK voetbal dat Nederland binnen wil halen. Maar Kessler houdt het tegen en daardoor is de stand van zaken nu, maar in de voetballerij duurt de waarheid vaak één dag, dat er 10.000 Feyenoord supporters bij die finale mogen zijn. Daar moet je toch niet aan denken dat je dadelijk een bekerfinale hebt in een half lege Kuip? Ja, maar daar lijkt het wel op af te stevenen. Al zegt de KNVB wel dat ze de zogenaamde neutrale kaarten op grote schaal gaan afzetten bij sponsoren. Maar er is gereden twijfel om daaraan te twijfelen, omdat die neutrale fans, die heb je niet in de hand. Nee. Als je door Amstel of door een ander bedrijf wordt uitgenodigd en je woont in Utrecht en trekt morgens een Ajax of Feyenoord shirt aan, is het leed helaas rondom deze finale niet te overzien. Later meer over deze kwestie. Peter, er is sprake van een nieuw elan op het kasteel, nu Aad de Mos de trainer is geworden. Had je dat niet veel eerder moeten doen? Had gekund, maar goed, we hebben gekozen om het op dit moment te doen. En het gaat goed, de sfeer is goed. En we hopen dat komende zaterdag, dus morgen, in een mooi resultaat om te zetten. Ja, de sfeer is nu goed, maar dat was die de laatste tijd natuurlijk helemaal niet. Dus de Adelaar en de spelersgroep, dat moet jij ook gezien hebben. Ja, het is natuurlijk altijd lastig om daarover weer terug te gaan kijken. Kijk, het is niet zo dat gaan we zo wel doen hoor. Oh, het is niet zo dat je een trainer zomaar ontslaat en op non-actief zet. Dus dan zijn er dingen aan de hand, dat lijkt me logisch. Zometeen meer over Sparta. Eerst naar de voetbalweek die achter ons ligt. Bij het rood-witte mannendiner gaf Hugo Borst zijn visie op Sparta ten beste. Maar niet iedereen in het misschien iets te gezellige publiek was het eens met de analyticus. En als die zelf niet komt, dan gaat Hugo wel langs. Zeg het maar, wat heb je gekregen? Sterk verhaal. Goed beredeneerd. Jij zegt Sparta nu de kampioen. Onder leiding van de nieuwe kasteelheer Aad de Mos speelt Sparta de cruciale thuiswedstrijd tegen Heracles. Er zal geen basisplaats zijn voor Darko Boudoel. Ook Sander van Gessel begint op de bank. Haagse Aadje komt met een verrassende naam uit de hoge hoed. David Abdoel is er vanaf de aftrap bij, net als Edwin van Buren trouwens. De Mos weet bijna zeker dat hij daarmee Sparta uit de degradatieplay-offs houdt. Ik ben ervan overtuigd dat we de kwaliteit hebben om het elke ploeg moeilijk te maken. Of dat nou Feyenoord is, of Groningen, of Utrecht, of Heracles. En we kunnen het elke ploeg moeilijk maken als we in een organisatie spelen. Gaat flikken? Ik denk het wel. Vrouwen en voetbal. Het blijft volgens velen een bedroevende combinatie. De dames zouden de snelheid en techniek van de heren missen. Maar Eline R., kiepster van Reiger Boys, bewijst hier dat het met vrouwen boksen in ieder geval wel goed zit. Ja, dat krijg je als de coach vraagt om de spits uit te schakelen. Afijn, misschien dat de snoezelige Eline het vrouwen kickboxvoetbal op de kaart kan zetten. Nieuwe horizonten voor het poëtisch fijnzinnige geslacht. Oei, vlak onder de boobies. Ai, dat wordt een extra plamuurtje voor vanavond. Oeps, ja, daar zou ik maar even wat extra make-up op doen. Feyenoord neemt het zondag in Eindhoven op tegen PSV. En ondanks de helderrol van de laatste weken is Makai weer naar de bank verwezen. Mario Been vindt dat Sekou Cissé toch een teenlengte op hem voorligt. Het middenveld wordt gevormd door Landsaat, Ver,
El Amadi, Bruins op links en Wijnaldum op rechts. Erwin Mulder staat op doel. Feyenoord begint trouwens in samenwerking met De Rotterdamse, een bureau voor werving en selectie, een eigen vacaturebank. Mocht u op één of andere onverklaarbare reden op zoek zijn naar een baan, dan kunt u terecht bij Feyenoord Werkt. Ja, die Adelaar die zoekt nu een nieuwe baan. Want je hebt het ontslagen in de nacht van zaterdag op zondag naar het vliezen in Heerenveen. Dat had je gedaan toen De Mos al benaderd was. Dat verdient niet de schoonheidsprijs, Peter. Nee, dat heb ik ook gelezen. De werkelijkheid is zo dat Aad de Mos is benaderd op zaterdag vlak voor de vergadering die wij met de commissaris hebben gehad. Ik heb ergens gezegd vrijdagavond, omdat ik aannam in die vergadering dat het zo was. Daar is niet echt een moment genoemd. Dus tegenover iedereen die dat zeg maar op zich heeft genomen, moet ik mijn excuses maken. Dat heb ik verkeerd gedaan. Aad de Mos is op zaterdag benaderd. Toen hebben we de wedstrijd gespeeld tegen Heerenveen. Adelaar zat daar op de bank. En toen wisten jullie al, dit is de laatste wedstrijd. Toen wisten wij dat. Wist hij niet, hè? Nee, hij wist dat niet. Nee. Dat klopt. Ik heb hem dat heel open verteld. Ik kan ook niks kunnen zeggen. Maar we hebben hem dat verteld. En nadat we terug waren gekomen in het stadion. En daar hebben we eerst met hem gesproken. En hebben hem daar gezegd dat wij gebruik zouden maken van een clausule. Dat wij echt gebruik maken van een clausule. Maar het is toch gek. Als iemand ontslaat, moet je het hem wel vertellen een keer, toch? Je kun je niet verzwijgen. Je zegt, ik ben open geweest, maar de man heeft op de bank gezeten in het Abelenstra-stadion, ja. Terwijl jullie wisten, dit zijn zijn laatste 90 minuten als trainer van Sparta. Dat klopt, en wij hebben daarvoor gebruik gemaakt van een clausule in zijn contract, die ons de mogelijkheid gaf om hem voor 9 april het contract niet te verlengen, na dit seizoen. Dus ja, ik vind daar... Maar is het ziek om iemand zijn werk te laten doen, hem te laten zwemmen, in het onzekere te laten? Maar jullie weten op die tribune daar in Friesland al, dit zijn zijn laatste 90 minuten. Nou, als hij het niet weet, zit hij niet in de onzekerheid. Dus ik zou niet weten wat we daar verkeerd aan hebben gedaan. Okay. Geef jij toe dat dit de schoonheidsprijs niet verdient? Wat moet ik daarop zeggen? Wij hebben 's middags een beslissing genomen. En wij hebben afgesproken dat wij na afloop van de wedstrijd dat aan hem zouden mededelen. Ongeacht het resultaat. Dus ik snap alle commotie echt niet waarom dat niet zou mogen. In het Kielzog ontsla je vervolgens ook technisch manager Richard Grootscholte. Op non-actief, want hij is natuurlijk nog niet ontslagen. Er bestaat een kans dat hij terugkomt. Ja, waarom hem opzij gezet, terwijl hij toch onder zijn leiding Sparta de beste jeugdopleiding van Nederland heeft bezorgd? Ja, het heeft denk ik niet zoveel zin om te gaan praten over mensen en met wie je nog in bespreking bent over een oplossing van het probleem. Nee, maar waarom heb je hem op non-actief gezet? Nee, we gaan er niet verder over praten, hebben we gezegd, omdat we dat niet opportun vinden op dit moment. En wij hebben een beslissing genomen, een raad van commissaris en directie. En die is uitgevoerd, laat ik zo zeggen, die beslissing is uitgevoerd door de directie. En ik vind het, als je dan toch over chic praat, dan vind ik het niet chic om over mensen met wie je nog in gesprek bent om een oplossing te vinden, om daarover van gedachten te wisselen. Maar is er een weg terug voor Grootscholte? Ik hoop dat er een weg terug is voor hem. Maar dat zal niet in dezelfde functie zijn, maar goed, daar moet je over praten. Pascal Jansen is hoofd jeugdopleidingen. Dat blijft hij ook. Die heeft bij Vitesse samengewerkt met Aad de Mos. Grootscholte was een uitstekend hoofd jeugdopleidingen. Ja. Dan is er toch wel mismanagement gepleegd als je iemand die in die functie uitstekend functioneerde nu roemloos laat vertrekken, althans op non-actief zet. Ja, ik weet niet of jullie weten wat op non-actief zetten betekent. Dat betekent dat iemand tijdelijk zijn functie niet meer uitvoert. Maar wat kun je dan aanbieden? Hij kan geen technisch manager meer worden, hij kan geen hoofdopleidingen worden, trainer van Jong Sparta. Elke dag heb ik contact met Richard Grootscholte op dit moment. En wij proberen daar heel serieus om eruit te komen. En daar wou ik het eigenlijk bij laten. Klopt het verhaal, Peter, dat jullie... Nee, het klopt. We weten zeker dat het klopt. Dat jullie naast elkaar zaten in het Abelenstra-stadion, samen die wedstrijd bekeken. En dat je hem toen telefonisch hebt ontslagen in de auto op de weg terug. Nee, hij is niet ontslagen, hij is op non-actief gezet. Die mededeling per telefoon hebt gedaan? Het is een bericht wat ik door heb gekregen van onze commissarissen. En dat is waarschijnlijk een van de moeilijkste telefoongesprekken geweest die ik ooit heb gevoerd met Richard. En ik heb hem dat inderdaad op die manier moeten zeggen. Stond je achter die mening van Erik Achter, de commissaris die dit in gang heeft gezet? Ja, daar heb ik dus geen zin in dit soort discussies. Kijk, er zijn beslissingen genomen en die hoor je als directie hoor je uit te voeren. En dan ga je daarna weer kijken hoe je nog dingen weer kunt oplossen met elkaar. Dan zit je toch als directeur in een onmogelijke positie. Je wordt gebeld in de auto door Erik Achter en die zegt tegen jou, je moet straks Grootscholte ontslaan. Als iemand hier de hoofddirectie jou belt en zegt van, zou je iets willen doen of er moet iets gebeuren, wat zeg je dan?
Als ik achter dat besluit sta, zal ik dat besluit uitvoeren. Zit je dan in een moeilijke positie of niet? Nou, ik heb begrepen dat je dat niet wilde doen, wat Erik Achter aan je vroeg in eerste instantie. Omdat jij ook vindt dat Grootschotten, nou, ik weet niet, als hoofdopleiding waar jouw bronnen zitten, maar je zit er vaak naast, moet ik zeggen, met de informatie. Ik las ook, heb het daar vanmiddag nog even over gehad. Ik noem dat toch even hier over mijn eigen functie. Ik kreeg vanmiddag nog weer een mailtje waarin dat toch wel gezegd is. Hè, van zal die niet zelf zijn eigen conclusies trekken? Nou, dat vind ik discussies die niet in televisieprogramma's thuis horen, die ook niet in radioprogramma's thuis horen. Dat vind ik zaken die thuis horen achter de bestuurstafel en achter de tafel van de club. En dat ik denk wel. Dat we daar over dit onze onderwerp verder kunnen stoppen. Om Feyenoord en Sparta positief kritisch te volgen. Luister, er gebeuren toch opvallende dingen. Laten we het heel simpel houden. Ik wil daar niet verder over praten. En als jullie zeggen, we gaan daar toch over praten, dan ga ik liever naar huis. Nou, blijf alsjeblieft nog. Okay. Want we willen namelijk nog over één iemand spreken die ook op non-actief is gezet. Dat is Adrie van Tichelen. En de bronnen van Jan Dirk zijn over het algemeen buitengewoon goed geïnformeerd, kan ik je verzekeren. En ook zijn bronnen en hij zelf en wij dachten, hè? Van Tichelen ook? Dat is een clubicoon. Waarom ook een mogelijk afscheid nemen van hem? Ja, daar geldt hetzelfde voor. We zijn met zijn zaakwaarnemer, we hebben met hem gesproken. We hebben hem de situatie meegedeeld. We hebben met Ger Lagendijk, de FIFA Players Agent, hebben we gesproken. En Adi heeft tegen ons gezegd, regel dat verder met mijn zaakwaarnemer. Daar hebben we contact mee opgenomen. En die heeft inderdaad gevraagd of we dat met hem willen doen. En hij wil dat bij voorkeur schriftelijk. Daar zijn we op ingegaan, dus we zijn aan het corresponderen met elkaar. Goed zo. Nou, zometeen spreken we nog even over jullie nieuwe trainer, Aad de Mos. Ja. Ja, we gaan eens wat meningen peilen. En daar hadden we een aardige gelegenheid voor. Hier niet ver vandaan, in het Lloydkwartier in Rotterdam. Namelijk het rood-witte mannendiner van Sparta. Wat vonden ze daar van de aanstelling van de Mos? Kijk, Sparta is natuurlijk, ik heb het net gevraagd, maar dat zijn mijn gevoel, de oudste club van Nederland, althans betaald voetbal. Zo voelt dat ook. Buitenom dat is het algemeen bekend dat Sparta natuurlijk een zeer traditionele vereniging is, die ook een zeer goed imago heeft. Ja, nou goed, zover ik het kan bekijken was het altijd een hele nette club, ja. Nette club, daar zet ik nog wel eens een beetje vraagtekens bij, dat hebben we dit weekend weer gezien. Ja, dat wordt er toch maar even zo 3 mensen geslachtofferd. Sparta is ook geen makkelijke club. Er is altijd onrust, er is altijd kritiek. En dat is niet het eerste jaar, dat is natuurlijk al jarenlang is dat aan de hand. Ik denk dat er wel meer voorbeelden zijn bij clubs die normaal gesproken lang met een trainer doen en dan in een bepaalde periode de verschillen verslijten. Maar ik denk dat er te weinig echt voetbalverstand is in Sparta. Misschien moet er toch eens een keer een technische commissie komen bij Sparta. Mensen die kennis hebben van voetbalzaken. Die kunnen ook ja of nee zeggen tegen een speler die men wil kopen, een trainer bijvoorbeeld. Hè? Dat ze kunnen zeggen, nou kom jij maar uitleggen waarom wil jij die speler hebben. Probeer ons maar te overtuigen. Ik denk dat Sparta nog 3, 4, 5 punten nodig heeft. Maar goed, dan moet je echt iemand hebben die heel veel vertrouwen uitstraalt en wat teweeg kan brengen in die groep. En ik denk dat Aad de Mos dat wel kan. Even naar de hand, ja, maar goed, dat moet ook op dit moment, denk ik. Ik denk voor deze 4 wedstrijden kan het een interessante keuze zijn, omdat hij kan nog wel wat teweeg brengen. Maar je zegt expliciet 4 wedstrijden. Ik vind eerst dat Aad de Mos maar eens moet waarmaken, die 4 wedstrijden en eventueel na competitie. En dan vind ik het aan het bestuur van Sparta om te zeggen van nou, we gaan door. Want dat hij nu ook al roept dat hij graag technisch directeur zou willen worden hier. Dat zou u in het verleden ook wel eens willen, geloof ik. Nee hoor, dat is absoluut niet waar. Ik heb vroeger wel eens gezegd dat ik bestuurslid technische zaken zou willen worden in de toekomst. Maar onbetaald. En dat kan altijd nog in de toekomst. Maar ik vind dat Aad een beetje te veel voor zijn beurt praat in dat opzicht. Hij moet eerst zorgen dat hij zijn eerste wedstrijd maar eens gaat winnen. En als hij nou die ploeg overtuigend in de Eredivisie houdt, ja, dan kan je praten over het vervolgen van een contract als trainer. Maar ik vind een dubbelfunctie vind ik dus absoluut ongeschikt. Er zit er ook nog bij dat zijn dochter is spelersmakelaar. Dus ik denk dat ook die man niet goed is dan om technisch directeur te zijn bij een club.
Ja, het zal vast weer een gezellig feestje zijn geweest, dat rood-witte mannen diner. Maar Peter, er is ook iets vervelends gebeurd? Ja, na afloop, en die wil ik graag, Ton, die zou ik graag een hartelijk herstel en beterschap willen toewensen. Die is heel ongelukkig van de trap gevallen, arm gebroken, ribben gebroken. Ik heb zijn gezicht gezien, dat zag er verschrikkelijk uit. Dus hij ligt in het Erasmus MC, dus Ton van harte beterschap. Bij deze. Je hoorde het net in de reportage, gemengde reacties over de aanstelling van De Mos. Wat vind je daarvan? Ja, ik begrijp dat wel natuurlijk van mensen. Aan de andere kant, diegenen die Aad de Mos bezig hebben gezien deze week. Ik denk dat die vast willen stellen dat er iets bijzonders is gebeurd op het kasteel. De sfeer is totaal is veranderd, verbeterd. Dus er is heel veel gebeurd. We kijken trouwens nu naar beelden van de eerste training. Zondagochtend om 9:00. Dat was heel vroeg. Ja, klopt. En nadat de spelers eigenlijk pas om 1:00 of 3:00 naar huis konden gaan. Ja. Maar goed, het is een bevlogen man. Weet heel veel van voetbal. We hebben 4 dagen in trainingskamp gezeten in Oosterwijk. Hebben daar een hele speciale avond nog gehad met elkaar. En we hebben er alle hoop op en hele goede moed op dat inderdaad toch dat hij de klus gaat klaren. Toch kan het niet anders dat jij graag rust wil op het kasteel. En dan verbaast het ons ook een klein beetje dat je een man aantrekt die 15 jaar 10 verschillende werkgevers heeft gehad. Ja, ook een man die heel goede resultaten heeft gehaald. En nogmaals, het is een hele bevlogen man. Ik denk dat wij dat met deze jonge groep, en die kijken toch anders naar zo'n trainer dan wat oudere spelers misschien. Maar ik ben onder de indruk van hem. Vind jij van het imago van Aad de Mos? Kijk, het gaat niet om zijn imago, het gaat om wat de man doet. Wij bij RTV Rijnmond hebben het afgelopen jaar op prettige wijze kennis gemaakt met Aad de Mos. Als hij vooral een langere tijd blijft en zich ook echt committeert aan de doelstellingen van Sparta en niet over 4 wedstrijden of 1,5 jaar weer weggaat naar gedoe, is denk ik De Mos een uitstekende keuze voor je club. Een man met een netwerk, een man die rust kan brengen, een man die spelers kan motiveren. Ik ben er alleen bang voor, Peter, dat jullie de macht weer volledig uit handen geven aan een passant. Want hij roept nu, je zegt zelf, 4 wedstrijden. Dan staat er in jullie persbericht, misschien ook voor komend seizoen. Zelf roept hij 1,5 uur later, ik zou 5 jaar willen blijven. Wil ook op technisch gebied alles voor het zeggen krijgen. Daar schuilt wel weer een gevaar, toch? Ja, ik denk dat de antwoorden uiteraard samenhangen met de vragen die daar gesteld werden. Kijk, we hebben afgesproken met elkaar dat we alles in het werk stellen om de komende 4 wedstrijden, om die tot een goed eind te brengen. Dan ben je er vanaf. Mocht het toch nog nodig zijn, hè, ook vanwege resultaten van anderen, dat je die play-offs moet spelen, dan hebben we er heel veel vertrouwen in dat we dat dan ook tot een goed einde brengen. En we hebben afgesproken dat we daarna om de tafel gaan om verder naar de toekomst te kijken. Dus goed dat je hem haalt, hè? Maar kan hij nog niet beter dat even allemaal niet zeggen? Want dat zorgt weer voor je. Ja. Een bepaald beeld bij de buitenwereld. Ja, ik denk Aad de Mos is Aad de Mos. En die heeft zijn mening en die geeft hij. Ja, zondag analyseert hij voor ons op de radio PSV Feyenoord. Daar zijn we erg blij mee. Ja. Want Feyenoord en Sparta spelen volgende week woensdag tegen elkaar. Hij maakt sowieso het seizoen af. Is er trouwens van overtuigd dat hij Sparta in de Eredivisie houdt. En wil vervolgens trainer en ook direct technisch manager worden bij Sparta. En hij zei in een interview met ons het liefst voor 5 jaar. Toen dacht ik zo, meneer De Mos. Er werd zelfs een periode van 10 jaar genoemd op zeker moment. Maar goed, we hebben afgesproken, we gaan in alle rust, we gaan deze 4 wedstrijden tot een goed eind proberen te brengen. En dan gaan we om de tafel zitten en dan zullen we er wel mee naar buiten. Deel jij mijn mening, Peter, dat hoor je vanuit de Sparta-gelederen, sommige commissarissen zeggen dat in het openbaar, dat het wel tijd is voor een omslag op het kasteel. Dat bijvoorbeeld een man als Rob Baan, een man met wel een netwerk, die zou je misschien wel commissaris moeten maken of technisch directeur. Die wil, hè? Heeft hij verteld bij die ons wil, op Radio Rijnmond. Gezegd op radio. Ja. Zomaar een naam, maar dat je een stabiele club gaat organiseren met z'n allen. Ja, nee, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die weer naar Sparta toe willen, gelukkig. Afgelopen groot-witte mannen, die Ed de Goeie, hebben begrepen dat hij heel graag weer wil beginnen. Cor Pot heeft al eerder aangegeven dat hij ook een rol wil spelen. Rob Baan hebben we in het verleden meegesproken en toen is dat niet doorgegaan, omdat hij dat niet wilde. Maar is dat nu een optie voor jou, voor de komende tijd, concreet? Kijk, in zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat wij hebben gezegd dat we veel meer voetbalkennis in huis zouden willen halen. Nou, en dat zijn mensen met veel voetbalkennis, dus dan zou je inderdaad met die mensen om de tafel kunnen. Goed zo. Zometeen nog meer over Sparta. Jan-Dirk, we gaan even terug naar Feyenoord. Komende zondag dus die topper in Eindhoven tegen PSV. En er is er nog wat nieuws, geloof ik, uit de Kuip. Ja, Feyenoord gaat daar spelen met Cizé in de spits trouwens en Wijnaldum daarnaast en Bruins hangend op links. Ik heb vandaag tamelijk uitgebreid gesproken met Giovanni van Bronckhorst. Blijft nog altijd de vraag, gaat hij nu blijven of niet? Hij heeft al een keertje gezegd dat mede afhangt van hoe de selectie er komend seizoen uitziet. En van Bronckhorst zegt vanavond letterlijk in een radio-interview met ons dat hij een beetje vreest dat een aantal bepaalde spelers gaat vertrekken. En dan praat hij over Vlaar,
Ver en Wijnaldum, drie spelers die belangrijk zijn in dit Feyenoord. Ook al zijn Wijnaldum en Ver wel een beetje wisselvallig. Dus de aanvoerder van Oranje en Feyenoord houdt rekening met het vertrek van enkele bepalende spelers uit de Kuip. Goed zo. Nou, we gaan er nu spreken over die kwestie rondom de bekerfinale. Want vandaag maakte ze in Amsterdam bekend dat Ajax met niet meer dan 7700 supporters naar Rotterdam zal komen. En dan zou je denken, hey, meer plek voor Feyenoord supporters. Maar helaas, niets is vooralsnog minder waar. De directeur van Feyenoord nu, Erik Gudde, over waarom er minder supporters van Ajax naar Rotterdam komen. Er kunnen 2000 toeschouwers per uur gefouilleerd, vervoerd en vervolgens in het stadion komen. Dus dat betekent dat die hele operatie 5 uur voor de wedstrijd en 5 uur na de wedstrijd gaat duren. Nou, Ajax die ziet dat niet zitten. Is ook moeilijk natuurlijk in uitvoering. Daar komt nog bij dat er verantwoordelijkheidsproblemen door de NS bij Ajax zijn neergelegd. Wat misschien weer een financiële claim gaat leiden. Dus er zijn inderdaad geluiden dat Ajax slechts met 3.000 tot 4.000 supporters hier gaat komen. Ik ga niet in op stel dit en hypothese dat. De situatie is dat we 10.000 kaarten krijgen. Alleen het probleem voor ons is hoe gaan we dat regelen, hoe gaan we dat transport regelen om die mensen daar in dat stadion te krijgen. Als maandag is natuurlijk vooruitlopen op de zaak. Als dan bekend wordt dat er inderdaad minder Ajaxiden komen, ja, dan zullen wij opnieuw het voorstel van wat we begin maart al hebben neergelegd nog een keer neerleggen ter overweging. En we hopen dat dat voortschrijdend inzicht ertoe leidt dat zowel om veiligheidstechnische als om imago- en sportief-technische redenen dat voor de oplossing wordt gekozen iets minder Ajaxiden en veel meer Feyenoord. Dus maar wel een veilige wedstrijd en een fantastische wedstrijd. Ik ben er zelf ook wel eens geweest. Het is toch lastig als je op P5 staat. Ja, het blijft een politiek spel, hè, rondom die bekerfinale. Iedereen roept dingen die hem of haar uitkomen. Ja. Dat doet Erik Gudde logischerwijs. Die komt op voor de belangen van Feyenoord supporters. Bij Ajax hebben ze nog gepleit de afgelopen dagen voor 2 wedstrijden. Nou, de KNVB houdt dat tegen. Die zeggen, ja, we hebben een reglement daarin staat dat de bekerfinale in 1 duel wordt afgewerkt. Ja, het is een politiek spel en de bal ligt echt om in sporttermen te blijven praten bij de KNVB. Er komen nu, weten we sinds enkele uren, ruim 7000 Ajax-fans. Dan heb je 10.000 Feyenoord supporters en een handjevol neutrale fans, sponsoren van de KNVB met name. En dus een leeg stadion. Een half leeg stadion, dat is geen reclame voor Nederland met het oog op het binnenhalen van het WK voetbal. Dat willen ze graag. En ik hoop echt in het belang van het voetbal dat de KNVB overstag gaat en in een van de komende dagen besluit om alsnog meer Feyenoord-fans binnen te laten. Dat is ook veiliger. Hè? Ik heb me laten uitleggen, logischerwijs door mensen van de politie. Die hebben liever 20.000, 25.000 Feyenoord-fans in het stadion dan 10.000 in het stadion. 5.000 op het Stadhuisplein. 4.000 mensen die ergens anders op een groot scherm willen kijken. Dat zou voor gedoe kunnen zorgen, helaas. We gaan dan spreken over de toekomst van Sparta en ook een beetje over die van jou, Peter. Financieel gaat het fantastisch op het kasteel. Dat compliment dat moet u gewoon geven. Ik bedoel, dat is wel anders ook bij Rotterdamse Eredivisieclubs. Ja, hoe zie jij je eigen toekomst bij Sparta? Ik bedoel, de pensioengerechtige leeftijd is niet zo heel ver weg meer. Dat zeg ik met heel veel respect trouwens. Kijk, verbaasd. Ik weet niet hoe tegen de tijd dat ik met pensioen zal gaan. Het is vreemd om daarover te praten, omdat ik me nog niet zo oud voel. Ik heb geen idee welke leeftijd dat zal zijn. Of dat 67 tegen die tijd al is, of 65 of wat dan ook. Als je kijkt naar de toekomst of de toekomst van Sparta financieel, dan is die denk ik wat minder goed dan je net schetst. Hè. We staan in de positieve cijfers, maar we hebben het ook zwaar. Hè. We hebben veel jonge spelers contracten opengebroken. Dat kost maar wat zou je zelf willen, Peter? Hoe lang zou je nog de baas bij Sparta willen zijn? Hoe lang ik dat nog wil zijn? Ja. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat ik dat zou willen, zolang ik nog iets blijf toevoegen aan de club en andere mensen die daar de beslissing over nemen. Dat ook vinden. Ja. Dus, maar goed, Raad van Commissaris, hè, dat heb je dus meegemaakt met Grootschotten. Die bepalen het eigenlijk. Ja, maar goed, ik heb al gelezen weer dat er een bericht is gelanceerd dat mijn toekomst ook op de tocht staat bij Sparta. Dus ik hoop dat ze dat mij ook vertellen. Maar heb je dat zelf niet wel eens gedacht, gezien de voorbije jaren en de vervelende kwestie van vorige week? In hoeverre ben ik eindverantwoordelijk? Waar willen jullie naartoe? Wij willen nergens naartoe. Kijk, toen Erik Gudde dingen zei over Geert-Jan van Beek, die gaat de kerst van 2009 halen en die 2 dagen later ontslagen werd of opstapt uit de Kuip, dan moeten wij daar kritische vragen over stellen. Ik zou zeggen, bel de commissaris op. De commissarissen zijn binnen onze organisatiestructuur verantwoordelijk voor het aanstellen. Ze hebben jou ooit neergezet toen de club gered werd, hè? Door Simon de Jong, door Erik Achter, Alex Klein, Hans van Hilsbergen. Ze hebben mij benoemd. Ik vind neergezet, nee, vind ik weer zo'n maar ze zo'n hebben titel, jou weet je. Dat, maar, mij benoemd, maar uit je reconstructie van de afgelopen dagen blijkt op onmiskenbare wijze dat zij echt bepalen. Ja, zij bellen jou in de auto en nu Grootschot ontslaan. Zij bepalen ook. Dus als zij morgen tegen mij zeggen, Peter, het is over, dan is het over. Zo simpel is het. Maar Jan ik Vloed, denk hè? Niet dat ze zich laten voeden door journalisten. Nee, dat hoop ik ook niet. Nee, maar Jan Vloed,
Een trainer die bij jullie gewerkt heeft, ja. Fouke Boy, een trainer die bij jullie gewerkt heeft, die zegt Sparta wordt geleid door rijke supporters. Die de waan van de dag emotioneel laten regeren. En dat is niet goed voor de club. En die de club gered hebben en ja. Die nu de club weer opnieuw in het zadel houden. Dus ik denk dat wij heel blij moeten zijn dat die mensen er zijn. En ik hoor ook een van jullie mensen, Johan Derksen, roepen. Bonders is de sprekende pop, geloof ik, van de Raad van Commissarissen. Ja, Bonders is, Derksen is vooral voor voetbal internationaal. We zijn blij dat hij af en toe hier zit. Goed, maar goed, ik vind dat soort programma's, en moeten oppassen dat andere programma's dat ook niet gaan worden. Ik vind dat een soort soapshows, weet je. Maar jij zit hier gelukkig aan tafel, dus stellen we op prijs en kun jij zeggen hoe het dan Ik zou ook niet naar die andere programma's willen gaan, waar iedereen nog... De een schreeuwt nog harder dan de ander en het is... Hoe is het, jongen? Alles goed met je? Mm-hmm. Nou, kijk, dat soort dingen, dat zoek ik niet. En ik doe mijn werk, ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. En als mensen daar, nogmaals, maar mensen die de beslissing hebben... Is het nog leuk voor je, als zij bepalen? Ja, maar wij bepalen zelf natuurlijk ook heel veel binnen de club. En, maar niet als het gaat om belangrijke beleidsterreinen. Ik zou jou zeggen, als ik het niet meer leuk vind om daar te zitten... Dan zal ik jou als eerste bellen. Nou, bel ik eerst de commissaris en jou als tweede. Nee, waarom? Hebben jullie een bericht. Nee, maar je bent ons niet verplicht. Wij hopen echt dat Sparta goed gaat. Maar jullie zijn er veel meer mee bezig dan wij binnen de club. We moeten het afsluiten. Maar je belooft bij deze wel dat je Jan Dirk als eerste belt, hè? Als tweede. Nou, en dan zullen zijn bronnen dus kloppen. Hebben we die conclusie nog maar eens getrokken. En laten we ook gewoon hopen dat jullie morgen een puikenprestatie leveren tegen Heracles thuis op het kasteel. Feyenoord naar Eindhoven. PSV de topper zondag om 12:30. De dag van de Rotterdam Marathon ook nog eens. Maar gewoon ook voetbal te volgen via Radio Rijnmond. En in de eerste divisie wordt er ook gevoetbald. Excelsior vanavond thuis tegen FC Eindhoven. En FC Dordrecht aan de Kromme Dijk tegen Helmond Sport. Ook dat allemaal te volgen via Radio Rijnmond Sport. Maak er een mooi sportweekend van. Wie weet tot bij de marathon en een prettig weekend. Dag.